Uit het hele land verzamelen de helikopters zich in Stroe. Het is mooi centraal in Nederland. We hebben hier natuurlijk ontzettend veel ruimte in Stroe. Met name ook veilig en ruimtelijk. Ja. En die ruimte is wel nodig, want er zijn behoorlijk grote jongens bij. Zeg, het is toch een beetje hier van, ja, die van mij is het grootste, hè? Ja, dat vonden, sommige mensen vinden dat belangrijk, maar in mijn geval maakt het me niet zo gek van uit. Nee, want u heeft de grootste. Ja, hij is voor de aanwezigen hier is hij wel de grootste. Het is zeker niet de grootste heli in Nederland, maar het is wel een van de grotere. Ja. Maar het gaat niet om een wedstrijdje tussen die piloten onderling. Het gaat erom het publiek eens een inkijkje te geven in de helikopterwereld. Wij proberen draagvlak te creëren bij de mensen. De helikopters zorgen toch nog af en toe eens voor wat overlast. Maar we willen vandaag eens laten zien dat dat allemaal heel erg meevalt. Dat we als hier helikopterpiloten ook heel erg rekening houden met waar we overheen vliegen. Ja, en vandaag laten we de mensen eens een keer dichtbij kijken. Wanneer ga je opstijgen? Nou, het kan niet. Met deze helikopter kan het niet. Maar je zou wel graag willen, hè? Ja. Dat is mooi spul dit, hè? Mooi spul, maar wel een beetje duur. The older the boy, the more expensive his toy. Dus, ja? Nou ja, mijn speelgoed is het duurste wat hier staat. En wat kost me dat dan? Een nieuwe, 9 miljoen. En voor wie dat te duur is, het kan altijd goedkoper. Wanneer heb je nou genoeg geld voor een echte? Ja, ik denk dat ik toch wel een aardig aantal jaartjes moet werken. Ik denk dat ik te oud ben om te leren vliegen in een echte heli. Zijn je met enige spijt? Ja, vroeger was het wel een droom om of straaljagerpiloot of helipiloot. Maar ik hou het nou gewoon hierbij.